Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, met name de afdeling urologie, heeft in verband met prostaatkankerbewustzijnmaand november een reeks van activiteiten op de agenda staan. Het doel is de bewustwording in Suriname over deze ziekte op gang te brengen. Naast de informatiedagen op maandag en dinsdag zal de afdeling urologie woensdag voor het eerst een openbaar spreekuur houden. De patiënten kunnen zich die dag zonder verwijs of garantiebrief aanmelden. De afdeling urologie houdt zich bezig met ziekten die met de nieren, urinewegen en geslachtsorganen te maken hebben. Uroloog Anand Ramsoek vertelt meer over prostaatkanker. Elk orgaan in het lichaam kan zo'n beetje een kwaadaardige ziekte krijgen, kanker. Maar specifiek bij de mannen, teelballen, testicles, ballen zoals ze het noemen, dat is bij mannen. En daar kan een kwaadaardigheid in ontstaan. Maar dat is niet de ziekte waar we aandacht op gaan vestigen. We gaan vooral aandacht vestigen op prostaatkanker. Dat is ook een orgaan die mannen hebben, een klier. Daar kunnen er een paar ziektes in ontstaan, vergrotingen. En die vergrotingen kunnen soms goedaardig en soms kwaadaardig zijn. En soms kunnen die ziekten ertoe leiden, die kwaadaardige ziekten ertoe leiden, dat mensen bijvoorbeeld veel pijn krijgen of doodgaan. En daar vragen we dus aandacht voor. Ja. En er gaat een discussieavond komen, maar is het zo dat mannen elk jaar hun prostaat moeten checken? Precies daarom gaan we die voorlichtingsavond houden, omdat er sommige mensen zijn die elke 3 maanden of elke 2 maanden willen gaan prikken. En er zijn ook mensen die niet hebben gehoord van prostaat. Maar ik denk dat we alvast kunnen zeggen dat de meeste mensen zich moeten laten informeren wat prostaat is, wat de ziektes zijn, wat de gevolgen kunnen zijn. En dan met hun huisdokter samen moeten bepalen of zij in aanmerking komen voor controle. Zijn ze in een risicogroep? Aanstaande maandag zal die dokter daar ook verder op ingaan. Ik denk niet dat het zo is dat we voor alle mannen in één keer kunnen zeggen wat ze moeten doen. Ja. Het is beter dat ze het individueel met de huisarts bespreken. Maar is het niet zo dat ze zeggen bijvoorbeeld, vrouwen na je 35ste is het handig om elk jaar bijvoorbeeld borstonderzoek te doen? Is het dan ook niet handig voor mannen na een bepaalde leeftijd? Volgens de richtlijnen, Europese richtlijnen, wordt geadviseerd om niet te screenen. Omdat met screenen je prostaatkanker ontdekt, wat je eigenlijk niet wil ontdekken, omdat je daaraan nooit zou overlijden. Dus het is overdiagnose. En overdiagnose creëert juist verwarring in de maatschappij. Dus dat wil je juist voorkomen. Raya Ramdeen, uroloog bij het AZP. Zij geeft verder aan dat er ook een kinderuroloog beschikbaar zal zijn. Eigenlijk zijn het aangeboren afwijkingen aan de nieren, urinewegen, blaas, maar dus ook het geslachtsorgaan. En de meest voorkomende afwijkingen, met name in Suriname, is de hypospadie. Dan is het is plasbuis niet helemaal afgemaakt, kun je zeggen. Dus de opening is op een verkeerde plek of op een andere plek en dan wordt dat operatief gecorrigeerd. De kindermissie wordt eigenlijk jaarlijks gedaan. We proberen dat iedere jaar te doen. Maar goed, dit keer wordt het gecombineerd samen met de urologieweek. Uroloog Raya Ramdeen vandaag in een interview over de activiteiten van de afdeling urologie in verband met de prostaatkankerbewustzijnsmaand november. Volgens de urologen zijn zowel mannen als vrouwen welkom op de informatiedagen die in het auditorium MDBC van het AZP gehouden zullen worden.